Een 20-jarige postkoper heeft bekend brand te hebben gesticht in een slooppand in het centrum van Alphen aan de Rijn. Het leegstaande pand aan de Hoogstraat brandde begin april helemaal uit. De man blijft voorlopig 14 dagen vastzitten. De SP heeft een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer over de regels voor brandveiligheid in zorginstellingen. Deze schieten volgens de SP tekort. Dat blijkt uit het rapport van de onderzoeksraad over de dodelijke brand in de GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest. Hoewel Rivierduinen aan alle voorschriften voldeed, vielen er toch 3 doden bij de brand. Dit kwam omdat er te weinig rekening werd gehouden met het feit dat de patiënten zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de overval op multimiljonair Wim Zegwaard. De ondernemer werd in maart in zijn villa in Rijswijk overvallen. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. In de Bollenstreek zijn de laatste voorbereidingen voor het bloemencorso in volle gang. De wagens zijn volledig versierd met hyacinten, tulpen en narcissen. Zaterdag rijden voor de 65e keer de praalwagens van Noordwijk naar Haarlem. De corso is live te volgen via de site van Omroep West van 11:15 tot 12:15.